einde in zicht voor strijd rondom Rail Terminal. Nog even geen verhuizing voor vluchtelingen Wiegen. En woont Miss Beauty of Gelderland misschien wel in onze regio? De eeuwenoude strijd tegen de Rail Terminal in Gelderland is bijna op zijn einde. Aanstaande maandag buigt de Raad van State zich over de bezwaren die de gemeente Overbetuwe en bezorgde burgers, verenigd in Overbetuwe Overbelast, ingediend hebben. De grote vraag is wie binnenkort in het gelijk wordt gesteld. Art van der Weeg van de partij BOB en Koos Nijssen van Overbetuwe Overbelast leggen uit waarom zij tegen de Rail Terminal zijn. Een railterminal zoals deze bij Reet langs de A15 moet komen, wordt een soort overslagstation. Hier worden containers van de trein af op een vrachtauto gezet of andersom. Het zou om 90.000 containers per jaar gaan en om dat te kunnen doen zijn er zo'n 700 vrachtautoritten per dag nodig. De actiegroep Overbetuwe Overbelast diende om verschillende redenen bezwaar in tegen de plannen. Een belangrijk bezwaar is dat het ontzettend veel overlast in de omgeving gaat opleveren. Het gaat heel veel geluid geven bij het stapelen van de containers. Ook van vrachtverkeer wat hier langskomt. En er komt ook een nieuwe weg waarmee de vrachtauto's bij de railterminal moeten komen. Dwars door de achtertuinen van het buurtschap Reet hierachter. Vanuit BOB vinden we dat een behoorlijk gedeelte van onze gemeente aangetast wordt door deze plannen die niet nodig zijn, geen enkel nut hebben. En we hebben ook vreselijk veel moeite met de wijze waarop de provincie doordendert in afwachting van de zaak bij de Raad van State. En eigenlijk maling heeft aan allerlei beperkingen die erop gelegd zijn. Ze gaan gewoon door. Ja, de provincie wil al gaan beginnen met het slopen van een schuur. En toen dat niet mocht, nou willen ze alleen het dak eraf gaan halen. Het is echt te gek voor woorden. En ze willen ook al kabels aan leidingen gaan verleggen, terwijl ook dat door de Raad van State niet is goedgekeurd. Ik verwacht dat de behandeling ten voordele van de gemeente Overbetuwe uit gaat vallen, omdat de argumenten die we hebben zeer sterk zijn en die nauwelijks weerlegbaar zijn door de provincie. Ik denk dat het argument van stikstof, het argument van geluid, ook dat de twee belangrijkste zijn. De provincie heeft zelf maatregelen of regels waarop ze anderen afrekent wat betreft stikstof. En die passen zij op dit moment voor zichzelf niet toe. En daar hoop ik dat de Raad van State ons in volgt. Weet je, het is al de derde keer dat er een plan voor een railterminal komt. En ik hoop eigenlijk ook dat die voor de derde keer wordt afgeschoten. Maar ik ben er niet helemaal gerust op. Wij zijn er als buurt echt helemaal klaar mee dat we al 20 jaar door plannen voor de railterminal Gelderland gegijzeld worden. De Raad van State is het hoogste rechtsorgaan. Als die uitspraak doet, dan moet men zich daaraan houden. Zelfs als dit plan door de Raad van State goedgekeurd wordt, blijven we strijdbaar en gaan we beslist verder. Die railterminal gaat er echt, zolang ik nog iets in de politiek doe, niet komen. Er is al een railterminal in Emmerich, hier vlak over de grens. En die willen graag uitbreiden. En er is een hele grote railterminal in Venlo. En dat is hier vlakbij. Daar kunnen we prima gebruik van maken. Het is helemaal niet nodig. Het kost ook nog een keer 100 miljoen euro. En je ziet dat de provincie gaat bezuinigen op openbaar vervoer. Voor mensen, op cultuur, op allerlei van dat soort zaken. Terwijl ze gewoon 100 miljoen in de zak kunnen houden door gewoon zelf te stoppen met dit onzinnige plan. De behandeling van de bezwaren vindt maandag 28 november plaats. De uitspraak wordt zo'n 6 weken later verwacht. De gemeente Overbetuwe wilde niet voor de camera reageren voordat er een uitspraak is gedaan in deze zaak. Het personeelstekort in de zorg neemt toe en daarom is het belangrijk meer te automatiseren, dat zeggen onderzoekers. Als voorbeeld noemen ze het opsporen van huidkanker, de meest voorkomende kankersoort van Nederland. In veel gevallen gaat het om een onschuldige vorm, maar voordat dat is vastgesteld is er veel werk verzet. Nou, wat ik merk is dat de lijsten worden steeds langer. De helft daarvan is dus basaal carcinoom. En wat ik merk, dat het verstopt het systeem. Omdat gewoon door de hoeveelheid. Omdat Avital zich zorgen maakt om het toekomstbeeld van haar vakgebied, heeft ze daarom de hulp ingeschakeld van Daan. Door het gebruik van kunstmatige intelligentie is er volgens hem een hoop mogelijk. Met behulp van de computer probeer ik eigenlijk die basaal carcinomen op te sporen. En op die manier eigenlijk uit de diagnostiek te kunnen halen, zodat het meteen naar de dermatoloog toegestuurd kan worden, zodat zij dat niet meer hoeft te doen. Het onderzoek is baanbrekend en leidt dan ook tot wereldwijde interesse. We gaan als eerste hier iets over publiceren. Maar wat wij eigenlijk weten vanuit pathologen, op conferenties als je praat,
elke keer als je het hierover hebt, dat ze hun oren zo een soort van naar je toegericht worden en zeggen van ja, wanneer kunnen we dit gebruiken, wanneer kunnen we verwachten? Want het zou heel fijn zijn als deze taak weggaat. Een kanttekening bij dit onderwerp is dat computers het werk van de mens over zal nemen. Avital is hier echter niet bang voor. Ik geloof niet dat het werk zal verdwijnen. Sterker nog, we zien dat het steeds ingewikkelder wordt en steeds meer bij komt kijken. Dus we hebben onze volle aandacht nodig bij de andere tumoren. En daarom denk ik dat het makkelijker zou zijn als de makkelijke dingen die goed te automatiseren zijn, voor ons gedaan worden en uit het systeem gaan, waardoor we juist de aandacht kunnen besteden aan de dingen waar echt mensen voor nodig zijn. Zometeen in het RS7 Regio Nieuws. Elke uit Wijchen is in de race voor de titel Miss Beauty of Gelderland. Hoe ver ze al is gekomen, dat zie je zo. Een drama vrijdagochtend bij de Stevenskerk. Er werden namelijk 6 grote glasplaten van 13 meter per stuk naar binnen getild. Maar door waarschijnlijk een windvlaag schoot 1 ervan los en schoot tegen een andere plaat aan. Waardoor 2 van de 6 glasplaten nu stuk zijn. De financiële schade is gigantisch en ook de restauratie van de kerk moet nu worden uitgesteld. Deze zou eigenlijk maandag beginnen. De glasplaten vervangen de wanden naar enkele kapellen. Hierdoor valt er meer licht in de kerk, maar blijft de kerk wel verdeeld in departementen, met het oog op de energierekening. De verhuizing van de Oekraïense vluchtelingen in Wijchen naar nieuw te bouwen flexwoningen aan de Oude Klapstraat is vertraagd. Ze kunnen daar nu in de zomer van komend jaar hun intrek nemen. Dat zegt wethouder Geert Gerrits van Kernachtig Wijchen. Momenteel verblijven er 180 vluchtelingen nog in het voormalige gemeentekantoor, waar ze dus nu langer zullen blijven. Raadslid Frank de Gram is met directe ingang de nieuwe fractievoorzitter van de Nijmeegse Partij voor de Dieren. Zijn partijgenoten kozen hem in deze nieuwe rol nadat Michelle van Doorn in juli uit de fractie was gestapt. In de tussentijd was raadslid Eline Lauret plaatsvervangend fractievoorzitter. Zuivelfabriek De Graafstroom heeft voor de 5e keer op rij goud gewonnen tijdens de Global Cheese Awards, een wereldwijde kaaswedstrijd. In totaal won De Graafstroom in deze editie 5 prijzen, waarvan 2x goud. In onze regio wordt deze kaas verkocht door Hart voor Kaas in Homoet, waar ook de melk deels vandaan komt. Men verkoopt dit online via een automatiek aan de weg en in de Albert Heijn in Elst. Elke van Eijk uit Wijchen is in de race voor de titel Miss Beauty of Gelderland. Inmiddels zit ze bij de laatste 20 vrouwen en heeft ze een mooie ervaring met andere meiden gehad. Of ze de strijd gaat winnen, dat wordt duidelijk op 23 december. Nou, de reden dat ik hier aan meedoe is eigenlijk heel simpel. Ik ben afgelopen zomer op een festival gescout door de huidige Miss Beauty of Noord-Brabant. Ik moest eerlijk zeggen, hiervoor had ik er geen idee van dat het bestond. Maar toen ben ik zeg maar gaan inlezen wat het inhoudt en waar ze voor staan. En dat leek mij heel interessant en daarom heb ik me eigenlijk aangemeld. Elke merkt dat ze persoonlijk veel groei doormaakt door het ontmoeten van andere meiden en trainingsdagen. Bij de trainingsdagen krijgen ze onder andere catwalkles. Wat ik hier eigenlijk van verwacht is gewoon een ervaring rijker worden en gewoon ook een soort persoonlijke groei doormaken. Elke is ook van plan om het modellenwerk weer op te pakken. Ik ben in het verleden al een model geweest. Okay. En ik heb dat toen eigenlijk stopgezet omdat ik een puber was en ik had er geen zin meer in. Maar nu ben ik wel weer aan het proberen om het op te bouwen. Omdat ik achteraf gezien heb er gewoon best wel wat spijt van dat ik dat niet meer heb gedaan. Ook let ze wel wat meer op haar gezondheid en uiterlijk. Maar dat komt niet doordat ze nu in de finale staat. Vorig jaar ben ik begonnen met een dieet, want ik woog toen eigenlijk 30 kilo zwaarder. Toen ben ik 30 kilo afgevallen. En sindsdien hou ik het sporten en de gezonde voeding en dat soort dingen hou ik extra goed vast. Omdat ik het zou zonde zijn om weer helemaal opnieuw te moeten beginnen. De finale op 23 december bestaat uit 2 groepen. De Miss Teen groep en de Miss Beauty groep. Elke doet mee aan de Miss Beauty groep. Mocht ik winnen, dan mag ik Gelderland gaan vertegenwoordigen tegen de andere provincies op de Nederlandse verkiezing, zeg maar. Ja, wat hebben we vandaag eigenlijk toch weer geluk gehad met het weer. Net als dit rood bosje konden we vandaag genieten van de zon. Er waren strak blauwe luchten, het bleef droog en het was zo'n 11 tot 12 graden.
Ja, ook zaterdag kunnen we hier nog aardig van gaan genieten. Het blijft morgen vrijwel droog en de temperaturen blijven steken rond een graad of 10. Ja, vanaf de avond dan komt er wel meer bewolking opzetten en dan is het ook gedaan met het mooie weer. Ja, want vanaf zondag verandert het weerbeeld namelijk. Het eerste deel van de dag zal in onze regio nog gewoon droog verlopen, maar richting het einde van de middag zullen de eerste regenbuien over ons heen trekken. Ook maandag blijven we last houden van de nodige buien. Pas vanaf dinsdag blijft het weer wat vaker droger. En tot zover het RN7 Regio Nieuws van vandaag. Terugkijken van deze uitzending en alle andere uitzendingen, dat kan op ons YouTube kanaal. Blijf vooral kijken, want zo meteen weer een nieuwe NEC update met daarin een uitgebreid interview met algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik. Morgen zijn we er met het belangrijkste nieuws van de afgelopen week in het weekoverzicht. Ik zeg een heel fijn weekend.